Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 15 februari 2016. Dat is het bulletin van maandag. Vandaag wat de data betreft alleen een SSTV plaatje helemaal aan het eind van de uitzending in BW12. In Duitsland waren op 31 december 2015 precies 67.349 centamateurs. De neergaande trend van het aantal amateurs bij de Oosterburen was daarmee bijna ten einde. De reden daarvan is waarschijnlijk het al een aantal jaren toenemen van het aantal mensen dat in Duitsland aan het zendexamen deelneemt. Dit waren er in 2015 1140, dat waren 149 meer dan in 2014. In de afgelopen 5 jaar steeg het aantal examendeelnemers in Duitsland zelfs met 65%. Adam Curry, die al een paar jaar zendamateur is, heeft sinds kort een vanity call sign. A little transition, Entremont. Yes. It's official. As of today, I am Kilo 5 Alpha Charlie Charlie. But I got my vanity call sign. You got your vanity call thing. Yeah. Kilo 5 Alpha Charlie Charlie. I'm loving it. Is it ACC? Yes. Is that the sound standard or is that AAC? I can't remember. You got it wrong. No, that's AAC, but this is Adam Clark Curry. Oh. Kilo 5 Alpha Charlie Charlie. So I've been waiting for this to happen, so I have to go back to the FCC licensing system, and you have to refresh. They're not going to tell you. You don't find out until you actually see it appear. And while I'm doing this, I got sucked. Op hobbyscope.nl, ja, ik spring een beetje van de hak op de tak, is trouwens een interessante uitleg te lezen van hoe de interferentie op de ontvanger in Eindhoven voor PI2NOS ontstond en hoe dit verholpen is. Ja, nog zo'n kort bericht. Op ham-dmr.nl is te vinden hoe je de populaire PD365 van Hytera kunt voorzien van Nederlandstalige menus. Op ham-dmr.nl dus. Ja, en omdat er vandaag niet zo heel veel nieuws is, heb ik hier dus nog een extraatje. Met dit enerverende geluid meldde zich ook in Nederland de door de Russen in de ruimte geschoten kunstmaan. De signalen werden onder andere opgevangen in het radiostation van de PTT in Nederhorst den Berg. Tijdens een persconferentie legde de beheerder van dit station, ingenieur Wegelin, onder andere de volgende verklaring af. Er is ongeveer opgegeven dat het signaal bestaat uit 3 impulsen per seconde. En wij hebben de impulsen geteld en dat ligt ongeveer in deze grote orde. En daarom nemen wij aan dat wij inderdaad de kunstmaan wel te pakken hebben. Op een vraag van de journalisten aan de radioastronoom Dr. Anders de Feiter of de kunstmaan heelhuids op aarde zou kunnen terugkeren met gegevens, antwoordde deze dat de satelliet door de wrijving met de omgevende lucht geleidelijk zal worden afgeremd en dichter bij de aarde zal komen. Tot hij op een gegeven moment in zo dichte luchtlagen is gekomen dat de wrijvingswarmte niet voldoende snel meer kan worden afgevoerd en dan zal hij waarschijnlijk wel verdampen. Naar men mag aannemen komt de vorm van de Russische kunstmaan overeen met die welke de Amerikanen van plan zijn te lanceren. Het is een metalen bol die volgepropt met meetinstrumenten en zendapparatuur werd aangebracht in de neus van een raket waarmee hij het luchtruim werd ingeschoten. Deze tekenfilm brengt de werking van de 3-trapsraket in beeld die de Amerikanen denken te gebruiken. Als het eerste deel zijn taak heeft volbracht, maakt het zich los en treedt automatisch het tweede in werking. Met radar kan men de raket volgen. Het derde deel van de raket bereikt tenslotte in een vrijwel horizontale stand de buitenste laag van de atmosfeer, waar de kunstmaan de vrijheid krijgt en zijn cirkelgang rond de aarde begint. De Russische satelliet schijnt echter met een enkelvoudige raket omhoog te zijn gebracht. De radioapparatuur zendt signalen uit die, zoals we nu weten, op aarde kunnen worden opgevangen. In Nederhorst en Berg konden deze seinen door middel van een oscillograaf ook zichtbaar worden gemaakt. Met de verschijning van deze eerste satelliet van de aarde, die op zijn anderhalf uur durende rondgang op 900 kilometer hoogte ook Nederland reeds passeerde, is een nieuw tijdperk ingeluid in de geschiedenis van de mensheid. Er zijn mannen wiens hobby het is om contact te zoeken. Zendamateurs heten ze. Koen Roes is zo'n man.
Afgelopen zondagavond heeft hij contact kunnen maken met astronaut André Kuipers in het ruimtestation ISS, boven Italië. En wat roep je dan eigenlijk? Wij gebruiken in de amateur radiowereld call signs. In dit geval, mijn call sign is Papa Alpha 1 Kilo Romeo. En halverwege, zeg maar, dat hij over Europa kwam, hij haalde die Kilo Radio. En dat betekent van, hey, hij heeft mij gehoord. India 9, India Sierra Sierra, is Papa Alpha 1 Kilo Radio. Papa Alpha 1 Kilo Radio. Papa Alpha 1 Kilo Radio, Kilo Radio. Dit is de Papa India 9, India Sierra Sierra. Ja, en daarmee heb ik de bevestiging dat hij mij heeft gehoord. Ik heb hem teruggeantwoord. Ik heb hem de groeten gedaan hier vanuit Oost-Nederland. En weg is André weer. Maar dan heb je ook wat. Ja, dan heb je een zogenaamde verbinding gemaakt met dat station. Nou, dan is iedereen jaloers, toch? Ja, ja, dat is zo. En van zo'n moment heb je dan natuurlijk ook zelf opnames gemaakt. Nee, helaas niet. Hoe kan dat? Ja, in de hits van de strijd. Ik heb altijd mijn mobieltje meestal bij de hand. Dat kan er tegenwoordig heel erg makkelijk mee. En ik heb wel eens eerder het aangezet, maar ja, dat vergeet je. En dan, Gelukkig heeft Koen het fragment van een collega zendamateur uit Israël gekregen. Zodat hij en ook wij nog een aandenken hebben aan dit vluchtige contact met André. Heb jij wel eens gehoord van PD1NK? Jazeker, hoe heet die ook alweer? Pico of micro? Nee, dat is nano. Natuurlijk, dat is waar ook. Wist je dat NK in zijn kool staat voor Noorse kat? Klopt, hij had ook problemen met zijn Cyperse katboord. Oh wee, dat is niet zo mooi. Ja, de dierenarts wist ook geen raad. Nooit geweten trouwens dat katten ook een fase lokroep hebben. Nee, ik ook niet. Is vast iets mis met de stembanden van die kat.